Wat doe jij nou? Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwsgierige Gasten. De kapperszaken mogen vandaag eindelijk weer open. Mensen staan massaal in de rij om geknipt te worden. Dus ik had vandaag de vraag, zou ik zonder ervaring iemand kunnen knippen en dat ze er daadwerkelijk ook blij mee zijn? En met zonder ervaring bedoel ik met een spoedcursus van een half uurtje van mijn goede vriend Simon die op mij staat te wachten. Dus ik hoop dat hij mij in een half uurtje de kneepjes van het vak een beetje kan gaan leren. Dat ik mensen niet volledig hoef te verneuken vandaag. Dat zou mooi zijn. Laten we het proberen. Simonos. Hey Martijn. Dat is goed. Goed met jou. Jullie mogen weer knippen. Het is weer zover. Gefeliciteerd jongen. Ik mag weer aan het werk. En ik kom jullie een handje helpen vandaag. Ik had eigenlijk gehoopt dat jij me misschien een kleine spoedcursus kon geven. Dat kan. Ik ga jou in een half uur tijd ga ik jou leren om te knippen. Tenminste, kan dat we gaan een half ons best uur? Doen. Kan niet, maar we gaan het toch doen. Nou, ik heb er nu al geen vertrouwen in. We gaan beginnen met een wat langere koep en daarna gaan we de leuze koep doornemen. Dus ga je twee koeps leren vandaag die je daarna misschien goed gaat uitvoeren. Waarschijnlijk niet, maar we gaan ons best doen. Haar kan niet gewassen worden, dus gewoon met een spray. We gaan het nat spuiten vandaag. Nat spuiten. We gaan beginnen. Iets met een schaar, denk ik. Iets met een schaar, iets met een kammetje en iets met klemmen. We beginnen met de makkelijkste stap. Je schaar vasthouden. Ja. Je steekt je ringvinger steek je erin. Je pink gaat daar op. Ja. En dan gaat je duim in de onderste. Nou. Volgens mij is mijn eerste slachtoffer. Hij heeft krullen. Wat is dit? Ik krijg het helemaal benauwd, man. Je controleert jezelf weer. Oh, arme jongen, die heeft echt ook gevoel op ons haar. Oh, dat vind ik echt zielig. Dus, even kijken. Het ziet er prima uit. En dat is omdat jij erbij staat, Simon. Ik blijf als een engeltje op de achtergrond staan. Mocht het misgaan. Nee, jij mag mij niet helpen. Je moet me wel echt aan mijn lot alleen laten. Schaar, zelfde hand. Kam nooit loslaten. Let's go. Succes. Kom maar. Kijk eens. Goedendag. Hoi. Martijn. Jonas. Ik heb hier een hele mooie stoel voor je. Ga lekker zitten. Ga ik deze even... Wil je misschien dit ding of iets omhoog? Oh, dat werkt niet. Never mind. Dat gebeurt vaker hoor. Wil je wat drinken? Nou, lekker. Een lekker biertje. Ik zag daar biertjes in de koelkast. Lekker. Nu denk je waarschijnlijk, dit mag niet. Okay. Ik mag één biertje drinken en tijdens dan, knippen. Daarna het sloes. Oké, okay, nou, toe. Kijk eens aan. Top man, dankjewel. Proost. Wat gaan we doen? Nou, dan mag overal wel eigenlijk de helft eraf. De helft eraf? Ja, want het is, ja. En wat ja, was het model waar je een beetje voor gaat? Normaal zit eigenlijk een beetje de scheiding zo en dan, ja. Hoe zo? Ja, in de scheiding. Ja, dus je gaat hem hier zo dragen. En dan, laten we zeggen, qua lengte wil je dit eraf. Ja, dat. Dit eraf? Ja, dat eraf. En aan de zijkantjes een beetje opknippen, denk ik? Ja, gewoon een beetje opknippen. Een beetje opknippen? Ja. Gaan we dat fixen, jongen. Gaan we dat fixen? Ja. Oh ja. Wil je... Nou, laten we dan maar beginnen met de contourtjes. Je kijkt niet zo blij. Geloof mij, het komt helemaal goed. Oké. Okay. Hey! Heel eerlijk, begin is er. Woe! Hè? Ja. Hè? Ja. We mogen best een beetje trots op zijn, joh. Ja. Ja, wat is dat? Dus hier een soort matje. Ja? Het matje mag wel weg. Matje mag weg. Of Matje. En wat ben je nu aan het doen als ik graag mag? Wat ben je nu aan het doen? Ja, ik ben een beetje. Dat je een beetje dat soepele, fresh. Wat doe jij nou? Ik probeer. Dit ook gevoel, hè? Hij laat zijn creativiteit wel op los. Deze techniek. Ja,
Wat? Ja. Ik ben wel tevreden. Het is niet dat ik denk, oh, nice, maar het ziet er gewoon goed uit. Niet dat je denkt, oh, nice. Nee, het ziet er, nou, voor ziet er vind ik er heel strak uitzien, maar achter ik weet het niet zo goed. Dat wordt dan 45 euro. Oké, nou. Nee, wat heb je ervoor over? Oh, wacht, sorry, helemaal, wacht, zijn we helemaal niet klaar, ja, gek. Oké. Dan doe ik nog even, dit apparaat ook nog helemaal niet gebruikt. Niet dat het, Kijk eens, jongen. Nou. Dit is gewoon fris, grap. Ik ben hier oprecht trots op. Nee, ik ben best wel blij. Ja, ik ben blij. Ja, toch? Ja, ik ben blij. Ik ben hier natuurlijk ook een beetje om de kapperszaak te helpen, want ze zijn natuurlijk heel lang dicht geweest. Dus ik weet niet wat jij dit waard vindt. Nou, ik vind het sowieso een goed initiatief. Ja. Ik vind het wel 35 euro. 35 euro. Top. Top. Kom maar mee. Ja. Jij blij? Ja, helemaal blij. Oké, zou jij mij in 1 minuut zo kunnen uitleggen hoe ik een obscure doe? In 1 minuut? Oké, het wordt steeds moeilijker, joh. Wat te doen? Je zet je scalp af. Dan doen we met klemmetjes. Maar ja, we hebben maar een minuut. En je gaat omhoog. Zorg ervoor dat je dit in droog haar doet. Ja. Want nat haar blijft plakken en dan schep je omhoog. Dus je maakt oh ja, maar dit kan ik. C-beweging. Ah ja, dit kan ik wel. Ja, hou hem goed vast. Ik heb dit gehad. Ik heb begrepen dat jij een opskeertje wil. Zeker, dankjewel. Sommigen zouden bijna vergeten dit bij je om te doen. Not me, not me. Michael, wat gaan we doen vandaag? Het is heel makkelijk. Eigenlijk altijd hetzelfde als jouw haar. Geïnspireerd ook? Nee. Mag wel. Geïnspireerd op mij. Dan weet ik precies wat je wil. Kijk, nou, dat moet makkelijk zijn. Verder? Zo is het. Ga gewoon beginnen aan deze kant. Alright. We gaan het echt doen. Ja, dit is precies wat we willen. Oké, ik vind dit oprecht. Dit is echt andere koek. Alright, wat vinden we van de opskeer? Ik had het erger verwacht. Je had het erger verwacht? Ik had het erger verwacht. Ik ook. Kijk. Eerlijk gezegd. Nou, dat is positief, toch? Zeker. We hadden allebei niks van verwacht. Ja, dat kan natuurlijk wat netter hier en daar. Maar het is niet meer hip, hè? Met zo'n perfecte kapsel. Het zit er wel echt helemaal lekker in, moet ik zeggen. Zo, kijk eens jongen. Was dit plukje was net zo lang al, hè? Ja, nee, ja, die was net zo lang. Die kennen we een stukje af. Die zullen we er even afknippen. Alright, moment of truth. Ik valt weinig over te zeggen. Ziet er goed uit. Ben je tevreden? Ik ben hartstikke tevreden. Hart, als jij blij bent, ben ik blij. Ik ben blij. Ja, we doen het natuurlijk ook een klein beetje om deze kapperszaak te helpen. Dus wat jij deze knipbeurt waard vindt, zou je eventueel kunnen afrekenen bij de kassa. Het hoeft niet, dat mag wel. Over het algemeen heeft hij het echt super gedaan. Hij bleef rustig achter zijn klant. Hij werkte het kapsel goed uit en er zaten weinig tot niet foutjes in. Eigenlijk alleen bij het tweede model heeft hij in de nek een paar kale plekjes gecreëerd. Maar dat valt wel op te lossen. Ik zou als kapper toch even me iets netjes erop stellen. Hij was wel heel sociaal en stelde de klant veel vragen. Ja jongens, de vraag van vandaag was natuurlijk, kun je iemand zonder ervaring knippen en dat ze er daadwerkelijk ook blij mee zijn? Of ze hebben het heel goed gefaked, maar volgens mij waren ze niet ontevreden. Dat vind ik ook een antwoord. Heb jij nou iets waar je nieuwsgierig naar bent? Laat het even weten in de comments en dan kunnen wij dat voor jou testen. Tot volgende week.